Hey, deur open. Allemaal, anders komt er nog geen thuis zo. Hey, oh nee. Waarom trek je mijn deur? Ik zeg waarom trek je mijn deur? Na het denderende succes van vorige week zijn wij vandaag weer terug met Wegmisbruikers. Oh jawel, het is je boy KLC. En we zijn weer in het gebouw als een broodje per pauw. En jongens, jullie horen het al, Wegmisbruikers. Vorige week hebben we natuurlijk al part 5 opgenomen. En het is zo'n denderend succes. Ik bedoel, bijna 500.000 views in één week tijd. Het is niet normaal, het is buiten proportie. Ik vroeg laatst op mijn Instagram van jongens, moeten we nog een deel maken? En iedereen zei, tuurlijk moet je nog een deel maken. En hier zitten we dan. In ieder geval, we weten wat ons te doen staat. Er is genoeg gezegd. Er is genoeg gesproken. Wij gaan Wegmisbruikers kijken. Nadat jullie hebben geabonneerd. Druk op die knop. Doe niet moeilijk. In ieder geval jongens, het is tijd om te beginnen. Ja toch. Oh jongens. Van de 6 controleplaatsen. Als ik dit alweer zie. Ik heb er zo zin in. Lekker man. We zijn in Zoetermeer. In Australië weg. Ik wou mijn koffie niet Zoetermeer. Daarom ging ik naar Australië weg. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan dit programma niet verpesten met halve garen punchlines. Tijdens de alcoholcontrole ontsnapt niemand aan een blaastest. En dat geldt ook voor deze bestuurder. Rijbewijs bij u? Alleen bij het zwaar. Oké, maar de vraag is, ben je dronken? Deze bestuurder heeft een aartje geblazen en is dan ook aangehouden. Ja, dat is verkeerd, een aartje. Hetzelfde geldt voor deze bestuurder die eveneens onder invloed van alcohol verkeert. Maar waar is dit voor dan? Een wegmisbruik. Ondertussen is nog een bestuurder aangehouden die te veel gedronken heeft. Veel dronken bestuurders. Hier heb ik vorig jaar al in gezeten. Toen ik dacht van, mis volgens mij. Moet ik weer erin gaan zitten, man. Ja, dat is vorig jaar zat ik al hier in deze bus toen naar het gevangenis moest. Nu mag je er weer in. Nu mag je er weer in, pik. Lekker. Dan kom zo meteen. Laat ik even pissen. Oh, we hebben pissen. Dan kom zo meteen. Nou, ogenblik. Anders ga ik hier pissen. Nou, dat lijkt me geen mooi idee. Ah, jongens, we hebben weer een boeimaker. Ah, mijn taart houden. Hij moet weer eens pissen. Maar het is wel mooi hoe hij zeg maar naar binnen kwam, toch? En hij zegt iets meer, wat is dat, joh? Hier heb ik vorig jaar al in gezeten. Ik vorig jaar al in gezeten. Ik weer erin gaan zitten, man. Ja, wat is dat, joh? Wat is dat, joh? Besef dat hij heeft dus in de gevangenis gezeten, werd hij ook met zo'n transportbus werd hij natuurlijk weggebracht. Nu is hij boos, omdat hij dronken is en weer in zo'n bus moet zitten. Terwijl hij aangehouden is met alcohol. Oh jongens, de logica, jongen. Oh, de logica van Nederland is zo mooi. Laat ik even pissen. Nou, dat komt zo meteen. Nou, ongeluk. Anders ga ik hier pissen. Nou, dat lijkt me geen mooi idee. Nee, dat ga ik doen. Nou, lijkt me niet. Want dan wordt het opgeruimd door uw spullen. Ja, ongeluk. Als dit in een soort van compilatie zit van Wegmisbruikers, ga ik al bijna vanuit dat hij gewoon gaat plassen. En dan voegt de man de daad bij het woord. Ja, zie je. Nou, wow. Nee, gaat hij plassen. Oh, hij staat daar te pissen naar achter. Dus besef jongens, ik dacht dat deze man het was en dat hij zou gaan pissen. Maar het is die man achter hem. Maar wat ik me dan gelijk besef, is dat... Deze man zit te pissen naast deze man. Ja, ze staan in één kleine ruimte. Ze zitten bij elkaar. Waarom is deze man nog zo blij? Als iemand naast mij gaat pissen... Nee, man, bro. Ik geef het op zijn minst een plant op je achterhoofd, man. Waarom is hij zo blij? En zit hij helemaal inderdaad van... Ja, kijk eens wat hij doet, bro. Waarschijnlijk zitten er een paar druppels op zijn schoen. Minimaal. Ja, hij is gewoon blij. De politie kan er niet echt om lachen. Ja, sorry, ik wel. Niet eens om het feit dat hij naar binnen pist, maar... Gewoon de situatie. Ja, laat mij gewoon, ja. Oh, nu komt de agent. Ik heb een gezegd, ik ben pissen. Je zegt nee. Ik kan niet houden. Wat moet ik doen? Dus wij zeggen gewoon, ik wil pissen. Jij zegt nee, ik kan het niet houden. Wat moet ik doen? Je zegt nee. Ik kan niet houden. Wat moet ik doen? Fucked up shit. Dat was echt een Gino Pieter bijtje. Fuck top shit. Moet ik mezelf inhouden? Met die camera daar, hè? Meneer. Met die camera. Sian Pharma. Sian Pharma? Nee, camera. Vies, ja, dat doe ik niet. Oh nee, dat is het niet. Bent u dat? Kijk, beseffen dat deze man verkeerd zit. Hij zit daar te pissen. Mag natuurlijk niet. Hij heeft wel aangegeven dat hij moest plassen, maar oké. Dan komt de agent. Die agent boet het niet eens, zeg maar. Hij roept hem alleen van, joh, je weet toch, van, is dit jouw naam? Maar hij is dus helemaal aan het flippen op hem, omdat hij moest pissen. Terwijl die agent er niet eens een probleem van maakt. Hij zou er waarschijnlijk wel een boete van hebben gehad, maar ja, dat is een ander wel. Ga door, en stop maar.
Dan is voor u de norm 230. Oké. Okay. Als het 235 heeft of meer, dan zal je een boete krijgen. Je krijgt hem niet meteen. Een officier die gaat het boetebedrag bepalen. Nou, dat is met een sissertje afgelopen. Nee, laat maar. Ik wil een grap maken. Ik wil zeggen sissertje. Pissertje. Laat maar zitten. Ik ben al teleurgesteld in mezelf. Surveillante Don en Wesley hebben een BMW-rijder in het vizier die de vaart er stevig in heeft zitten. Oh, jee. De agenten starten een trajectmeting. Ja, en die meten ze lang, hoor. 114. Ja, dat wordt een flinke boete. En dat is rood. Oh, dan hebben we de rood heen. Heeft maling aan alles en iedereen. En dat blijkt wel uit deze lompe verkeersovertreding. Ja, net zo. Doorgetrokken streep, links. Oh, nee, ook nog. Kijk, joh. Je zeg maar geen verkeerspolitie te zijn om te zien dat dit echt gevaarlijk is. Even verderop draait de bestuurder lukraak een fietspad op. Kennelijk is dit de kortste weg naar huis. Hij is zo'n fietspad gedaan. Wat, deze man, ik weet niet wat hij allemaal doet. Maar dit is een link, Miro. Dit is een link, hoor. Ik kan er heel verhaal van gaan maken. Ja, maar ik weet het zelf wel. Maar dat gaat niet aankomen. Dus loop even met mij mee. Ga even bij mijn collega voor in de auto zitten. Ja. Dan ga je even de beelden bekijken. Ja, ik krijg eigenlijk wel. Ja, zeg maar wel, Pik. Bedankt dat je het zelf zegt. Nee, man, nee. Van waarom? Ja, even mee, kijk. Nee, ik zeg waarom dit gedrag? Deze man heeft gewoon een eenzijdig gesprek met zichzelf. Deze man hoeft niet eens dingen te vragen. Oh, wat is dit nou weer? Heb je vaker van die momenten... Ja, als ik muziek aan het staan heb daar. Wat als je? Muziek daar gaan heb staan. Ja, ik had daar rijden. Ja? Oké, okay, ik zeg jullie eerlijk. Ik ga ook wel wat harder rijden als ik muziek aan heb staan. Maar vooral wanneer de Moola B door de speakers pompt of zo. En er is een boos liedje van hem. Dan, hij heeft ergens wel een puntje, denk ik. Maar niet om zeg maar zo te rijden. Dat slaat weer nergens op. Dat heeft niks met harde muziek te maken. Maar dat je even iets versnelt, omdat je een lekker muziekje in de auto hebt, ja, dan heb je soms niet door. Dan zou ik die toch maar eens uitzetten. Ja, die moet ik vaker uitzetten, dat kan wel. Oh. Als de muziek aangaat, dan gaat er bij jou ook een knop om. Ja, wel, deze man geeft zulke droge antwoorden. Oh, jee. Rood verkeerslicht. Dat betekent ja, stoppen. Oké, okay, dan stop je voor de stopstreep. En dan denk jij, hé, hey, nou, waarom is dat rode licht voor mij? Waarom doe je dat? Ja, ah, weet het niet. Ah, man, deze man is zo dorps. Ja, weet ik niet. Als je hem zo ziet zitten en zo hoort praten, verwacht ik helemaal niet dat hij zo gek gaat. De muziek had je toen nog aanstaan? Ja, toen wel, ja. Net uit. Deze man's antwoorden zijn zo mooi. Ze zijn zo mooi. Besef hoe droog hij al praat. Hij van ja, weet ik niet. En dan nu? Als je misschien toen aanstaat. Ja, toen wel. Ja, nee, net uitgezet. Die logica ook. Waarom zou je bij je stoplicht staan en dan je muziek uitzetten? Zeg maar voor wat? En hoe weet je op welk moment je een liedje hebt uitgezet? Ja, dat is een mooi verhaal. Oh ja, dat was niet gevaarlijk. Over de spoorwegovergang. Nou, blijf, haal je daar weer in. Auto moet remmen. En dan ga je zo naar rechts af. Vertel eens, hoe zit dat? Hoe zit dat? Jongens, ik maak me al klaar op de antwoord. Wat gaat hij zeggen? Ja, stom tijd. Ik had verwacht dat het pauzeren was. Ik zit aan boord. Denk dat mijn reis af. Maar ik wist gewoon dat er een gek antwoord zou komen. Ja, je leest het al voordat je het wel niet uitspreekt, maar hij zegt gewoon... Ik had verwacht dat die bocht eerder was. Ja, mooi verhaal, Pik. Ik had verwacht dat die bocht eerder was. Ik zit aan boord, denk dat mijn reis af. Ja, tuurlijk. Ik blijf bij het fietspad. Daar verhuis ik me door. Dus besef, die bocht kwam eerder. Bocht kwam eerder. En toen zag hij een fietspad. En toen ging hij over die fietspad en dacht hij, ja, ik rijd maar door. Terwijl de schemering invalt, arriveren de collega's met een blaasapparaat. Oh nee, het is nog bezig. Blazen. Stop maar. Wacht even op de uitslag. Besef dat hij gewoon moest bijkomen. Yo, je moet op de kleine details letten, man. Check wat hij doet. Stop maar. Wacht even. Is hij ook nog aan het dronken? Een aatje uiteraard ook. Het is een aatje. Oh nee. Dus je gaat, je gaat meer naar de Ja. Ja. En dan gaan we daar even kijken wat je precies gedronken hebt. Stop maar. Dat was een man. Oh. Perfect. Oh, dat is niet eens, hè. Het is veel te veel. 405 UGL. Je moet het zo zien, je hebt meer geblazen als 350 UGL als beginnend bestuurder. Dat houdt in dat je wordt aangemeld voor de cursus educatieve maatregel alcohol en verkeer. Dus al met al ga je goed in het schip in. Er bestaat een mogelijkheid
Dat weet ik niet zeker. Dat je misschien zelfs nog een alcoholslot krijgt in je auto. Oh, dat was destijds nog een tijdje terug weggehaald. Al een alcoholslot. Dan als je te veel alcohol hebt gedronken, krijg je een soort van slot op je stuur. Je moet het hele apparaat installeren. Kost ook best wel veel geld, volgens mij 3.000-4.000 euro of zo. Zet je dan in je auto en dan moet je elke keer blazen voordat je auto kan starten of zo. Ik heb een paar mensen niet meer hebben gepakt, hè. Oh, die eentje zal de bestuurder die kan zelf niet meer rijden. Want naast een aantal fikse bekeuringen heeft de officier van justitie nog een appeltje met hem te schillen. Oh, jee. Bovendien moet hij een alcoholcursus volgen waarvan de kosten voor eigen rekening komen. Zie je? Ik heb verstand, jongens. Ik heb verstand. Waar ik trouwens ook verstand van heb, is YouTube. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op de knopje. Ik weet dat er heel veel strijders zijn die wel geabonneerd zijn. En ik weet ook dat er een aantal van jullie zijn die dat niet hebben gedaan. Maakt niet uit. Kan veranderingen komen. Abonneer nu. Doe niet moeilijk. Simpel. Dankjewel. Sofiante, Patrick en Raymond zitten achter de bestuurder van een Peugeot die geen auto heeft. Dit is een oud filmpje. Oude auto's. Oude uniforms. Doet mijn rijbewijs. Oh. En van de passagier. Die hebben er geen zin in. Die denken rondom met die camera. Dan zie je maar dat ding als weg. Als we straks klaar zijn, gaat hij vanzelf weg. Je krijgt de bekeuring. Maar je gordel niet droeg. Klopt, hè? Hetzelfde gaat voor jou, hoor. Ja? Ja. Ik heb mijn gordel al. Ja. Oh, hij heeft hem op. Maar toen wachtte je zaterdag niet. Toen het bordje aan ging, deed je hem om. Daar was je heel snel mee. Nee, ik heb mijn gordel al ervoor. Ja? Oh, zo mooi. Waarschijnlijk zag ik de keer die al door de politie achter hem zat. Of toen ze dat stopteken gaven, heeft hij snel zijn gordel opgedaan. Hey, ga weg met die kamer. Oh nee, hij wordt boos. Rustig, joh. Ga weg met die kamer. Waarom verschijnt die camera op mij? Ik krijg gewoon een boete. Waarom moet die camera? Hoezo? Staat die camera op jou? Staat die op mij? De camera weg, joh. Die camera die filmt mijn werk. Dus op het moment dat je op deze manier op televisie wil, moet je vooral doorgaan. Doe gewoon rustig aan. Hij gooit ook weer zo'n perfecte beschrijving. Waarom schijnt die camera op mij? Zoals gezegd, jullie krijgen allebei verbaal voor het rijden zonder gordel. Ik zal niet weten waarom snel. Ik ben gewoon aan het werk. Oh nee, hij is boos. Je mag een verklaring afleggen. Hoeft niet. Oh, duidelijk. Gaap je dicht. Mooi. Dan rest alleen nog een bekeuring voor de bijrijder. Laat je die deur dicht. Ten eerste zijn ze nog best wel relaxed. Normaal ze de deur dicht trekken en ze willen nog een woordje doen, die politie. Vooral deze kale knikker hier. Dan gaat hij altijd, hey, ben ik klaar met praten? Vind je het wel beleefd? We hebben het ondertussen allemaal gezien. Doe die dicht, man. Het is koud. Ah, maar dan gaan we weer, man. Oh. Wegmisbruikers, wat een mooi programma. Beide heren krijgen een printje van de bekeuring. Maar ze zijn al weg. Ik zal het even geven. Nou, gaan ze hem nog wel of zit de deur op slot nu? Alsjeblieft. 100 euro. Dankjewel. Exclusief raam is weer open. Administratiekosten. Nou, ik ben blij dat nog dankjewel zich normaal kan reageren nu. Papieren. Wees er zuinig op. Oh ja, we hebben papieren nog. Anders komt er nog geen thuis. Hé, hey, deur kom open. Anders komt er nog geen thuis zo. Oh nee. Hey, waarom trek je mijn deur? Ik zeg niks. Waarom trek je mijn deur? Oh man. Jongens, kijk mijn ogen, man. Oh, ik moet gewoon weer huilen. Wanneer ik denk dat alles klaar is. Te veel opgelost. Hij komt nog normaal reageren. Van ja, mag ik mijn papieren terug? Hij heeft zijn raapje open. Doe hem wel, want anders komt er nog geen thuis. Doe die deur dicht. Hey, duidelijk. Trek je mijn deur? Zegt hij dan, waarom trek je aan mijn deur? Ja, ik doe mijn gordel zo om, wat is jouw probleem? Ga eens weg. Rijf eens weg. Ga ze weg, ja. Succes ermee. Als je het er niet mee eens bent, staat achterop hoe je in beroep kunt gaan. Fijne dag dan. Oh ja, hij heeft ook nog steeds koud. Deurtje ja, dicht. Veel succes. Hij zit niet eens goed dicht. Oh, nu wel. Ah, jongens, man. Oh, jongens, ik kon het programma niet meer hebben. Wegmisbruikers. Het beste ooit, man. Het beste ooit. Ah, wie heeft dit bedacht? Ze hebben gewoon gedacht van ja, wanneer raken mensen het meest geïrriteerd? Dat is wanneer ze staande worden gehouden met hun auto. Ik ken het gevoel. Ik raak ook vaak geïrriteerd wanneer staande wordt gehouden. Vooral als het voor niks is. Geniaal dit. Geniaal. Ik denk dat we nog wel één goede aan kunnen. Jongens, let's go, man. 59. Och. Och. Hier stop ik deze mee. De bestuurder krijgt een volgteken en... Oh jongen, dat is rijbewijs kwijt, want ze volgens mij 4 kilometer aftrek. Op grond van de snelheid wordt uw rijbewijs ingevorderd. Ja, is klaar. Ik heb over de beelden nog vragen. Nee, ik heb over de beelden geen vragen. Ik heb alleen ja, een stuk respect vraag. Respect vraag? Ja. Als er toch niet 150 van gemaakt worden.
Ja, wij kunnen er niks anders van maken dan dat het is. Want dan zouden wij mijn eentje moeten gaan plegen. En dat kunnen we niet. Hij probeert gewoon te onderhandelen. Ja, ja, dat klopt. Ja, als hij nu de gay is, dan ga ja, ik ga er al bijna vanuit. Hij gaat zeggen van, ja, je ging zelf ook te hard of zo. Ah, oh, man. 52 kilometer gecorrigeerd. Te hard is natuurlijk ook erg hard. Ja, zie je. Ja, maar goed, het gaat net om dezelfde 57. Jongens, ondertussen leer je ze gewoon kennen, jongens. Als je zoveel video's checkt, dat is echt zo standaard. Ja, dat is één koppertje. Ja, maar ik bedoel, dat het om die twee of drie worden. Hij probeert te onderhandelen over die twee kilometer, zodat hij niet kwijtraakt. Ja. Mijn vraag is eigenlijk of je enigszins begrip kunt hebben voor mezelf. Begrip heb ik ervoor. Oh, maar die moet mama bijna huilen volgens mij. Ik kan er niks aan veranderen. Sterker nog, dat is zelfs wat wij verplicht zijn. Wij moeten gewoon 50 of harder moeten wij het rijbewijs invoeren. Is het toch een mogelijkheid dat ik naar huis kan gaan? Nou. Ik rijd er niet. We praten over 10 kilometer. Ja, in de weert zeg ik. Ja, 10 kilometer. Heb je als u voor mij rijdt of wat dan? Nou, ook niet naar huis. Het is verzekeringstechnisch moeilijk namelijk. Omdat ik op de bestuurder verzekerd ben. Ja. Daar kunnen wij u niet in helpen dan. Kijk, ik zeg je eerlijk. Hij wou gunnen. Hij dacht van ja, laten we dat doen, Kees. Ik weet niet hoe deze man heet. En hij zegt nee, gaan we niet doen. En hij zegt nee. Ja, dus met die snelheid niks meer. Oh, hij gaat weer onderhandelen. Niet onderhandelen. Sowieso niks. 2, 3 keer met nee. Die man bleef gewoon onderhandelen. Ja, hij heeft het wel geprobeerd. En je hebt agenten die gewoon soms gunnen. Je hebt soms, ik ken mensen die bijvoorbeeld 1 kilometer te hard gingen met aftrekken en zo erbij. En dan werden ze gewoon gegund. Die hebben ertussen. Ja, moet je niet bij Kees zijn. Nee, jongens, de koptelefoon is af. Ja, het laatste was wel met het onderhandelen was grappig. Maar ik heb het gevoel na dat filmpje daarvoor, zeg maar. Ja, dan gaat het niet meer overtreffen vandaag. Oh, maar jongens, wat was dit weer een aflevering, man. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hou van jullie. Later. Skuda! Oh, man, ik maak geen grap, man. Wegmisbruikers, alsjeblieft. Wat ik altijd al zeg, breng het terug.